Breda Nu. Je weet het meteen. Het atelier van kunstenaar Maud Kwaadvlieg werd geopend tijdens het Landelijk Atelierweekend. Er waren naast haar eigen werken ook schilderijen van haar cursisten te zien. Samen met fotograaf Robert Broos stellen zij hun ateliers open voor bezoekers in het voormalig gebouw van het Orion Lyceum in Breda. En wat houdt het eigenlijk in het landelijk atelierweekend? Dat betekent dat veel kunstenaars in Nederland hun atelier openzetten voor publiek. Oké. Okay. Ja. En wat kunnen mensen daar zien of leren, of wat mogen ze wel of niet? Ze mogen veel. In de eerste plaats heel veel kijken. Dus kijken hoe een kunstenaar werkt, hoe die lesgeeft, hoe die zijn producten, zijn kunstwerken maakt. En het is gewoon heel spannend om een keer een kijkje te nemen in het atelier. Ja, ik maak verschillende foto's. Ik maak documentaire reeksen die ik zwart-wit print. Ja. En verder abstract. En hoe bent u daar zo toe gekomen? Ik fotografeer eigenlijk al vanaf mijn 16e. Ja. Ik heb daarna 20 jaar in de automatisering gewerkt en ik heb in 2010 de roer omgegooid en ben als fotograaf begonnen. U doet ook funeraire kunst, wat is dat? Ik maak uitvaartkunst, dus ik maak schilderijen voor mensen waarvan hun dierbare is overleden. En ik verwerk de as in het schilderij. Ja, dat vind ik eng. Ja, het idee is eng, maar als je ermee werkt, dan valt het reuze mee. En het is heel mooi om een monument te maken. Ik probeer in de laatste paar jaren afdruktechnieken uit 1850 tot 1900 te combineren met digitale fotografie. Oké. En noem daar eens een voorbeeld van. Wat voor technieken zijn dat? Dat zijn de Van Dijk Brown, cyanotypie en albumineprint. Ja. En ja, je kan niet zo heel goed zien dat de as erin verbergd is, maar mensen weten het wel. Ze kunnen het schilderij gewoon ophangen. Het is gewoon een schilderij. Maar men weet wel dat het een monument is. En ze kunnen daar even naartoe, even over nadenken, even naar kijken. Het is een soort herdenkingsteken. In het voorgesprek hadden we het gehad over, heeft u me iets uitgelegd over hoe dat werkt? Hè? Je maakt papier lichtgevoelig? Je maakt papier lichtgevoelig en dat kun je doen. Bijvoorbeeld als je de albumineprint hebt, dan pak je eiwitpoeder en daar los je een zoutoplossing in oplos. Ja. Mm-hmm. En wat ik nu van een paar weken geleden geëxperimenteerd heb met het zeezout van het zeewater. Ja. Waar ik de foto's gemaakt heb. En okay. Dat geeft dan een bepaalde dimensie aan de foto. Het versterkt de foto op die manier. Breda Nu. Je weet het meteen.